De een kreeg de kogels om zijn oren bij een schietpartij met de Sicherheitsdienst. Een ander voelde haar hart zinken als een Joods kind voor zijn eigen veiligheid weghaalde bij de ouders. Kijkt u naar portretten van mensen die in de bezettingsjaren onderduikers hielpen, overvallen pleegden, koerierswerk deden en het nu nog kunnen vertellen. Een special, De Laatste Verzetstrijders. Mijn vader was wat vroeger hoofd van een school heette. Tegenwoordig heet hij directeur van een basisschool in Driebergen. Mijn moeder die zei, je bent ter wereld om andere mensen te helpen. En dat deed ze ook heel veel. Want er waren dus in de jaren 30 ook heel veel arme mensen in die crisistijd. Mijn vader gooide wel eens anoniem geld in de envelop door de brievenbus. Omdat ze wist dat ze eigenlijk geen geld voor iets hadden. Het was toen een hele moeilijke tijd, hoor. Dat weet je nu niet, maar die enorme werkeloosheid. En mensen waren echt straatarm, veel mensen. Nou, mijn herinnering is dat we 's nachts om 4:30 wakker werden van de laag overvliegende vliegtuigen. Want wij woonden betrekkelijk dicht bij de Gebbelinie in Driebergen. En daarvoor hadden we natuurlijk mobilisatie gehad. En alle lege villa's en huizen bij ons in de omgeving. En ook achter ons en naast ons en zo. Ze waren allemaal in beslag genomen door militairen. En die gingen midden in de nacht vertrokken die naar de Gebbelinie toe. Nou, je hoorde natuurlijk het schieten. En er werden bommen hier en daar gegooid en zo. En ja, je zag de militairen ook later terugtrekken vanaf de Gebbelinie. En toen zagen we dus de eerste Duitsers komen. We hadden wel altijd onderduikers in huis en ook vaak vergaderingen bij ons aan huis en dat soort dingen. Er waren Joodse onderduikers en er waren leden van een KP die regelmatig bij ons de nacht doorbrachten en zo. Ik weet dat mijn moeder een keer een bed verscholen en een pistool onder het kussen vond. Die strok zich kapot. Vrienden van ons zaten in het verzet en die waren in een organisatie die Joodse kinderen onderbracht. Joodse kinderen zijn vaak heel donker. En ik had zwart haar en donkere ogen. Dus ik kon makkelijk reizen met een kind wat donker was als mijn kleine broertje zusje. Want je had vroeger grote gezinnen en er waren vaak enorme leeftijdsverschillen tussen de oudste en de jongste. En zei u meteen ja, toen u gevraagd? Ja. Dat is logisch. Niet geaarzeld? Nee. Waarom niet? Ja, er is geen reden om te aarzelen. Zo'n kind moet van A naar B. Als je dat mee kan nemen, dan doe je dat. Wist u toen al dat u gevaar ging lopen? Ja, natuurlijk. Want je mocht Joden niet helpen. Maar als je een kind uit handen van de Duitsers kan houden, moet je dat doen. Een van de kinderen die u vervoerd heeft, dat was een jongen en die heette Carlo. Oh ja. Zijn ouders zaten ondergedoken in een huis waar ze geen 3 personen konden hebben. En dan zijn zijn ouders dus wel geweest, maar ze konden niet dat kind er ook nog bij hebben. Ik ben met hem in de trein gestapt. Hij wou niet met me mee, hij wou met naar zijn moeder terug. En dat is natuurlijk begrijpelijk. Je zit met iemand die je helemaal niet kent. En wat moet je? En toen begon hij vreselijk te huilen van dat hij naar zijn moeder wou. Dus ik heb geprobeerd hem kalm te houden met... Ja, ik heb verhaaltjes verteld, maar het hielp allemaal niks. En we kwamen langs weilanden met koeien en ik heb hem op de koeien gewezen. Hielp ook niet. Nou ja, er stapte in Woerden iemand in met een NSB-speldje. En je had vroeger die treinen met allemaal aparte coupés, dus je kon niet ergens anders gaan zitten. En ik zat met dat huilende kind en het kind zag er echt heel Joods uit. En ik kreeg het wel een beetje benauwd. En toen zat er tegenover mij een mevrouw.
die er nogal moederlijk en vriendelijk uitzag. En toen denk ik, die ga ik aanklampen. En toen heb ik haar gezegd dat hij zo huilde omdat ik zijn moeder in het ziekenhuis lag en ik hem naar een familielid moest brengen waar hij niet naartoe wou. En dat was een logisch verhaal. En die mevrouw die pikte het woord ziekenhuis op. En dat was een van die mensen die graag over dreigende kwalen praten. En die ging, had er net ingelegen en die ging vertellen wat haar allemaal overkomen was. En het was een goede vertelster, dus iedereen zat naar die mevrouw te luisteren. En keek niet meer naar dat huilende kind. Zijn de spullen, Loek, die je graag wilt zien vandaag? Alle mensen. Zal ik de eerste doos voor je neerzetten? Ja, graag. Dat is een leuke band, want die, als je die om had, dan mocht je 's avonds in de spertijd buiten zijn. En 's nachts ook. Dus die hadden mensen van, ik zal maar zeggen, de luchtbeschermingsdienst en de brandweer en zo. En ik had een persoonsbewijs op als kraamverpleegster. En dan moet je ook 's nachts wel eens naar ergens naartoe. En als ik die dus op had, dan kon ik 's avonds over straat met het een of ander. En ik had een Ausweis dat mijn fiets... Dat is het Fahrrad darf keinen Falls beschlagnahmt werden, staat erop. Och, onder geen omstandigheden gevorderd worden. Ik heb een tijd gehad dat ik 125 kilometer per dag fietste. Die strenge winter en je hebt geen waterdichte kleding en je, ja, er is geen verwarming, dus je kleren die 's avonds kletsnat zijn, die zijn de volgende dag nog kletsnat. En toen heb ik een tijdje bij een bakker gezeten en die stopte mijn laarzen 's avonds in de oven en die droogde dan op die manier. Ik zat toen in Veenendaal en ik ging van Veenendaal over het Overberg naar Amerongen, Leersum, Doorn en dan Maren, Maarsbergen en dan weer over de haar terug, twee keer per dag. Er zaten toen mensen die het verkeer in de gaten hielden. Dat heette de breidames. Want een dame die met een breiwerkje in de erker van de huis ziet, valt niet op. Maar die kon ondertussen wel op een formuliertje tekenen van auto dat, een kenteken dat, of iemand op een fiets of wat dan ook. Hoeveel van die briefjes had u dan? Een heleboel. Een heleboel. En dan werd dat samengevoegd. En één geheel van gemaakt. En dat ene geheel werd dan doorgeseind. Ik weet niet of het ooit iets geholpen heeft, maar goed. We deden ons best. Omstreeks Dolle Dinsdag, toen kregen we die sabotagegroepen. Dus toen was het sabotagemateriaal en wapens wat moest van A naar B. Stands en... handgranaten en zo. Die kunnen ook nog afgaan. Nee, want ik haalde slaggoedjes eruit van tevoren. Want ik vond het doodeng. Ik ben als de dood voor handgranaten. Dat vind ik stukken enge dingen. Ben ik nog hoor. Dus dan haalde ik, maakte ik ze even onklaar voordat ik ermee op de fiets ging. U maakte ze even onklaar? Ja. Hoe deed u dat? Nou, gewoon een slaggoedje eruit halen. U wist hoe dat moest? Ja, tuurlijk. Daar had ik instructie over gehad. Nou, en dan kan je ze veilig met een heel stel in je koffer achter op de fiets. En dan breng je ze waar ze zijn moeten. En dan zet je die dingen er weer in. Ik zou het ergens naartoe brengen en dat was een langbroek. En dat waren ze niet klaar. En ja, ik zat met al die dingen op mijn fiets. En wat moet je ermee? En ik kende in Langbroek de hoofd van de school daar goed, Kees de Wolle. Die zat in het verzet, fantastische man. Ik zeg, Kees, wat moet ik? Ik zit met een hele koffer met handgranaten en een paar stands. En toen zegt hij, nou ja, de enige oplossing is in de school. Dat was een dorpsschooltje, een tweemansschooltje. En dus we hebben dat allemaal in een kast in de school gestopt. Thank you.
Ja, dat was hier in deze kast. Die zat dus helemaal vol met planken. En op elke plank kon je wat leggen, soort bij soort, handgenoot bij handgenoot, springstoffen bij springstoffen. En dat was dus keurig. Alleen was het een beetje gevaarlijk met al die kinderen die rondliepen. En toen heeft Kees de Wolde de ouders een brief geschreven dat hij had gehoord dat er ergens difterie was in de buurt. En dat hij uit veiligheid school sloot, zodat hij zeker wist of het difterie was of niet. Want difterie was toen heel gevaarlijk en je kon er niet tegen inenten. Er waren geen medicijnen voor. En ja, dat risico kan je niet nemen, hè, dat er een kind difterie krijgt. En toen wij dus zover waren dat we een veilig punt voor die wapens hadden, een paar dagen later, misschien 3 of 4 dagen later, toen heeft hij de ouders een brief geschreven dat gelukkig geen difterie was en dat de school weer open ging. Ik zat toen ondergedoken in Leersum, in een huis dat heette Zonhof. En dat was vroeger een pension geweest. Het beste adres waar ik ooit gezeten heb. We hadden de Gestapo in huis. Dus zij hebben de ene helft van het huis gevorderd. En wij zaten in de andere helft van het huis. Dat was een obersturmbannführer en oberscharführer van de SS die daar in zaten. Dan zit je in het Hol van de Leeuw, dan zit je altijd veilig. Ze vroegen wel eens of een borreltje kwamen drinken en zo. En dat deed u dan? Ja, tuurlijk. We vragen of we proberen achter te komen of ze van plan waren razzia's te houden of zo. Want wat dachten zij dat u was? Geëvacueerd uit Arnhem. En ik was dus een nichtje van de mevrouw waarbij ik in huis was. U was een mooi meisje van rond de 20. Ja. Wilden ze ook iets van u toen? Nou, dat was wel eens moeilijk, maar we hebben een keer... Toen waren ze, s'nachts dat we de... Ze hadden een zoon in huis van een jaar of 11, geloof ik, toen. En toen ben ik naar zijn kamer gegaan. En toen hebben we de kast tegen de deur moeten douwen. Dat ze niet binnen konden komen. Want die lui riep als, maar waar is dat meisje gebleven, weet je wel. En toen heb ik de nacht bij een van die kinderen geslapen. Dat is dus wel eens gebeurd, ja. Dat ik echt niet... echt bescherming nodig had. Maar och, dat hoort bij dronken zijn, nietwaar. En als ze één keer in bed liggen, dan blijven ze al slapen. En de volgende ochtend? Nee, dan is er niks meer aan de hand. Zeg je goeiemorgen. Twee dames, twee zusters, die runden een kinderhuis tegenover ons. En dat waren dus eerst allemaal gewoon kinderen die voor hun gezondheid... Vroeger moest je voor je gezondheid naar de bossen of zoiets. En dat zijn toen Joodse kinderen geworden. En er waren op een gegeven moment 9 kinderen in huis. De jongste een baby, min of meer. En de oudste was 12 of zoiets. En die dames waren schattig voor die kinderen. Allemaal een klein taakje. Eén helpen met afwassen, één helpen met een beetje stoffen, weet je wel. Die kinderen hebben allerlei plannen wat ze gaan doen als de oorlog maar over is. Kinderen hadden allemaal andere namen. Die hadden ze goed ingeprent. En dan gingen ze in het bos spelen. Dat is toen verraden. Even staat er de Gestapo, de auto voor de deur van de Duitsers. En zijn toen allemaal opgepakt. Ik gaf even die kinderen hielp met zijn huiswerk en was een leuk jochie. En die probeerde bij te blijven, hè, dat hij later weer naar school kon. Jackie van Roodspeijer heet hij. Hij is september 44 naar Auschwitz gedeporteerd. En 3 dagen later kun je ook altijd zien. Hè, en dan staat er, als je het Rode Kruis ziet, dan staat er deportatie 3 september. En dan staat er vermoord 6 september, want die reis duurde 3 dagen. Die kinderen zaten 3 dagen in de trein zonder eten en drinken. En dan gingen ze zo de gastkamer in. Ja, hij staat op het monument in Driebergen. Hij was 8. En dat waren de 2 dames Holst. Beb is vermoord in Vught. En haar zuster heeft het overleefd, maar die is eigenlijk nooit meer helemaal goed gezond geworden. En ik ben vanaf 1950 bezig geweest aan de gemeente Driebergen, dat er een straatnaam naar hem genoemd werd. Maar straatnamen noemden ze alleen naar mannen, nooit naar vrouwen in die tijd. En dat is vorig jaar is dat gelukt. Ik ben bij de onthulling geweest.
Nee, dat is de ergste dag in mijn hele leven geweest. Op 5 mei dachten een aantal jongens dat ze bevrijd waren. En die zijn met hun wapens naar een verzamelpunt gegaan om af te spreken welke NSB'ers er gearresteerd moesten worden, neem ik aan. En die zijn op Duitse patrouille gestopt. Nou, een heel lang verhaal, maar uiteindelijk zijn er die dag 6 doodgeschoten. Van het Leersumse verzet. Die kende u? Ja. Niet allemaal, ik kende er 3 van. Ja. Heel goed zelfs. En dat is dan zoiets verschrikkelijks. Dat ligt dat, nou ja, we hebben nooit bevrijding gevierd. Kun je niet, het waren allemaal begrafenissen die week. Er zijn veel vrienden van mij omgekomen. Ik heb laatst eens een keer geteld, dat waren er 23. Die zijn gepakt, die zijn gefusilleerd. De commandant van Doorn is gefusilleerd, de commandant van Maren is gefusilleerd. Nog veel anderen ook. De man die mij bij het verzet had gebracht omdat ik zo donker was, die is doodgeschoten in Apeldoorn, 28 november 1944. Het is continu vallen er om je heen mensen weg. En dat is echt heel traumatisch. Nasleep van die 5 jaar voor verzetsmensen. De oorlog niet kunnen herdenken, de bevrijding niet kunnen vieren, juist omdat het zo dichtbij komt. De gevaren die je liep, de doden om je heen. Rond de 8000 verzetstrijders over het hele land, volgens recente schattingen. Wat dat verzet geholpen heeft, daar is nog steeds debat over en daar is best iets sceptisch over te zeggen. Aan de ene kant was Carlo van Praag bijvoorbeeld nooit gered zonder het verzet. Aan de andere kant heeft dat verzet ook best eens iets doms gedaan, zoals Gerrit Verbeek het zegt. Maar als je hem en anderen nu hoort, valt toch iets op waar je niet anders dan ontzag voor kunt krijgen. Het vanzelfsprekende van hun verzet. De zekerheid dat het moest, gevaar of niet. Dat morele kompas en de vraag die het je stelt. Zou ik dat ook hebben?